Twan Meurs, 21 jaar oud. Ik studeer HBO ICT. Ik kom uit Wageningen en ik zit op de Christelijke Hogeschool Ede. Ik zit bij het college van bestuur van deze school en de directeuren van deze school. Dit betekent dus dat ik het studentperspectief vertegenwoordig bij bijvoorbeeld duurzaamheid of onderwijsinhoudelijke stukken. En dat ik ervoor zorg dat echt de student overal gehoord wordt en dat zij niet een vergeten factor worden in het hoog overgevlogen vergaderen. Daarnaast heb ik een eigen studievereniging opgericht en na een lang proces is dit gelukt. En ook nu nog steeds ben ik daar heel druk mee bezig. We doen heel veel leuke activiteiten, gezellige dingen samen en ook kennisverbreding. We werken bijvoorbeeld samen met heel veel bedrijven en hebben hele leuke lezingen. En ik help mee aan allerlei projecten en ik doe allemaal eigen initiatieven. Ik doe dit meer voor de studenten om mij heen. Ik heb hiervoor op een andere hogeschool gezeten en daar voelde ik niet helemaal op mijn plek. Dus ik hoop dat ik hier echt meer een plekje creëer voor de studenten om mij heen. Waar ik kan bijdragen aan hun welzijn, fysiek en sociaal. En dat ik echt een gemeenschap kan creëren. Ik vind het super tof en super leuk. Ik ben echt verbaasd dat ik uiteindelijk genomineerd ben. Ik doe gewoon lekker mijn ding en ik heb niet echt het gevoel dat ik in de spotlight sta. Dus ik vind het wel een leuke manier van waardering. Ik hoop ook heel erg dat ik andere mensen er ook mee kan inspireren om lekker te doen wat je wil doen. Lekker voor te gaan en proberen het beste van te maken. Als ik win, hoop ik ook andere mensen te kunnen inspireren om ook buiten je studietijd jezelf in te zetten voor anderen. Om echt te doen waar je goed in bent en lekker voor te gaan.